Hallo grote vriend. Current situation. We staan al een tijdje in de rij. Goedemorgen, het is vandaag maandag vroeg in de ochtend. Het is geloof ik 20 december of 21 december. Ik ben net wakker en ik ga zo meteen opstaan om mezelf klaar te maken voor deze dag. Want mijn zus die komt me over een paar uurtjes ophalen om naar Almere te gaan. Ze wilde even naar de Primark en ik ook. En daar gaan we dan kijken voor kerstcadeaus, de laatste dingetjes inkopen. En voor Eli moest ook nog even kijken. Dus dat wordt helemaal leuk. Ik moet daarna als ik terugkom gelijk nog wat dingetjes editen, video's. En een artikel schrijven. Dus mijn middag is een beetje vol gepland ook. Maar in de ochtend is het gewoon prima om even te gaan. En dan weer op tijd terug te gaan. Ik ga nu douchen. Mezelf klaarmaken, ontbijten. En dan wacht ik tot mijn zus me komt ophalen. En het is weer tijd om een cadeautje open te maken van de adventkalender. En ik pak vandaag deze van de 21ste alweer. De tijd gaat echt super snel. En de tekst die hierop staat is... Even kijken. Oh, hierom. Let your heart run free. Super leuke tekst. En ik ga nu even kijken wat erin zit. Ik denk ook zoiets als wat daar ligt. Een hartje shape. Want zo voelt het wel. Oh, ik heb het doosje helemaal kapot gemaakt. Yes, kijk. Nog een zeepje. En deze vind ik super lekker. En ze voelen ook heel erg zacht aan. Dus als je je handen ermee wast, is echt ja, heel erg fijn. Dus daar ben ik blij mee. Nog meer zeepjes, die kan ik nooit genoeg hebben. Ik heb mezelf helemaal klaargemaakt voor de dag. Mijn haar heb ik gewassen, dat was echt hoog nodig. En mijn make-up heb ik aangebracht. En ik draag vandaag de MAC Die Is For Danger lipstick, voor de mensen die het willen weten. En ik ga jullie ook even mijn outfit laten zien en dan ga ik weg. Want mijn zus die is hier ieder moment, dus dan kunnen we gaan. En ik draag een trui van Fab & Chic. Die is een beetje beige, dus een kooltrui. Armband en horloge weten jullie dit denk ik wel. Maar ik zal het nog even zeggen. Triwa en Buddha to Buddha. Oorbellen trouwens ook. Buddha to Buddha. Broek van Supertrash. En mijn schoenen zijn van Fashion Pills. En die zitten echt super lekker. Dus die draag ik nu de laatste tijd ook weer wat vaker. En die zijn niet meer verkrijgbaar. Maar ze hebben wel andere soort schoenen. En ik weet dat Comgit Fashion ook dit soort schoenen verkoopt. Dus ja, ik ga mijn jas aantrekken. En dan wacht ik tot mijn zus hier is. Ik zit nu in de auto bij mijn zus. Daar is ze. En zij gaat vandaag rijden naar Almere toe. En achter me zien we Eli. Hallo grote vriend. Gaat even slapen en dan gaan we in Almere met hem wandelen. Oh, voor de kom. Ik wil wel naar de Mac eigenlijk, maar ik zei al, ik ga voorlopig even geen Mac eten. Hey Poppy. Muziek aandoen voor jou of gaat hij dan niet slapen? Ja, ik kan wel even. Hij gaat altijd helemaal los op sorry. Sorry, Justin Bieber. Ja. Voor je Justin Bieber? Oh, we zijn eindelijk aangekomen in Almere. Het is echt super koud en ook heel erg druk. We moesten net wel eventjes zoeken naar een parkeerplek, maar het is eindelijk gelukt. We zijn aan het wachten op de lift. Eli zit daar, hij is buggy. We gaan alleen even naar de Primark. Primark of is het Primark? Primark. Ja, ik blijf Primark zeg hoor. Dat vind ik Primark. Primark, hoe zou jij het doen? Ja, ik ook. Ik ga alleen even kijken voor cadeautjes, kerstcadeaus. En misschien heb ik voor mezelf wat lekkere warme vesten zie of zo. Bij Primark is het toch helemaal niks. Dus we gaan daar even rondkijken en voor de rest nergens. Want het is echt zo koud en ik moet vanmiddag ook nog wat dingetjes doen in huis. Dus ja, alleen die winkel in en dan weer terug. Dat is helemaal prima. Het is hier echt chaos. Iedereen is natuurlijk gewoon laatste dingetjes aan het inkopen voor de kerst. En we kijken nu maar gewoon even voor Eli. Ja, ik vind het schattig. Een gescheurd broekje eronder. Leuk toch? Nee, maar beneden is echt chaotisch. Daar wil je nu niet zijn. Dus we hebben ook echt helemaal niks kunnen vinden. Ik heb alleen een paar dingetjes in mijn tas wat cadeautjes zijn voor anderen. En voor de rest een no-go. Current situation. We staan al een tijdje in de rij, maar het gaat helemaal goed komen. De tas zit aardig vol met accessoires en cadeautjes voor de kerst. Maar voor de rest heb ik gewoon dus niets. Kleding viel ook heel erg tegen. Dus, heel veel basics wel, maar dat was weer te groot, dus dan waren mijn maten er niet. Hey, ik ga aan het drinken. Hij wil persen die paraplu hebben. Gaat het niet worden. We zijn weer klaar en het was echt heel erg. Dus daar ga ik voorlopig even niet meer naar binnen. En het regent nu een klein beetje buiten en het is al donker aan het worden. En nu gaan we weer terug naar Lelystad. En dan gaan we even naar de... KFC. KFC. Geen Mac'je vandaag voor mij. En dan gaan we daar snel wat eten. En dan ga ik weer naar huis. En dan een video opnemen, editen. En dat was een beetje zo de planning. Super lame.
vrolijk altijd, hè? Ah. Dansen. Nee, dansen. Ga je benen bij doen. Ik ben net weer thuis aangekomen en Dwayne is er ook. En er kwamen net ook twee pakketjes binnen van Woohoo. Maar Dwayne en ik hadden allebei bestellingen geplaatst. Dus we weten nu niet of het van hem is of van mij. Ik hoop stiekem van mij, maar volgens mij... Het is voor jou. Nog voor rommel. Aan je gezicht te zien is het dus allemaal voor mij. Rommel. Het is geen rommel. En die andere ook. Die is mooi. Die stof is ook echt mooi dik. Gewoon hetzelfde als mijn Zara jas. Oké, je moet hem nu wel even aantrekken. Dat is een lifestyle. Mooie kleur. Dank je. Ik ben een zonnebank geweest. Nee, die jas. Zomaar. Jij met je zonnebank. Is een beetje lang. Ja, ik zou hem wel inkorten. Kijk dan. Porno. Echt heel lang. Maar ook. Inkorten dus. Want hier zit hij wel gewoon goed bij je schouders. Het is ook echt niet veel kleiner. Met je gewassen haartjes. Je kunt doen, maar ja, mannen doen het niet. Creep. Ik heb net heel even een video opgenomen en daarna gingen we wat eten. Dat heb ik niet gefilmd, maar we hadden kip gegeten, kipfilet had ik gebakken en aardappeltje uit de oven en spinazie. En ik heb nu trouwens ook mijn nepwimpers opgedaan net, omdat ik ging filmen en ik had gewoon zin om iets meer umf in mijn gezicht te hebben. Ik kon niet meer uit mijn woorden, mijn wimpers. En nu ga ik het er weer allemaal afhalen. En dan ga ik mijn make-up er ook van afhalen. Want ik ga zo meteen ook lekker mijn pyjama aantrekken. En dan de video editen. Dus voordat ik dat ga doen, eerst even lekker een schoon gezicht. Dat is veel fijner dan dat je met een plamuurlaag op de bank ligt natuurlijk. Het is nu 9:30. Ik heb net lekker mijn make-up eraf gehaald. En nu lig ik dan in bed onder de warme lakens. En ik was net al een beetje in slaap gevallen op de bank. Maar nu dacht ik, ja, ik ga toch maar naar boven toe. Want dan is het ook wel weer goed om een keertje op tijd te gaan slapen. Gisteren sliepen we best wel laat. Dus vandaag ben ik daar nog een beetje suf van. Dus tijd om lekker mijn ogen dicht te doen. Ik ga de vlog bij deze dan gelijk afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik heb gedaan. En jullie zien mij morgen weer terug in de volgende video.